Koning Willem-Alexander is met glans door zijn proeftijd gekomen en dat vieren wij hier vandaag in Sittard. Koningsdag 2015 met een compleet stadsfestival. We zijn hier in Sittard. En hier in het park, wegens de koning, feestdag. Hiep, hiep, hoera. En we hebben hier iemand die hartstikke druk aan het verkopen is, of net gaat beginnen. Wie ben jij? Tom. En jij gaat hier verkopen vandaag? Ja. Wat ga je zoal verkopen? Nou, nog maar rommel en zo. Kleren en zo. En speelgoed eigenlijk. Ja, het is heel leuk eigenlijk. Verzamel je dat door het hele jaar heen en vandaag is de dag om het er allemaal even uit te gooien? Ja. Ja. En je zei net dat je hier elk jaar komt. Ja. Hoe vaak ben je inmiddels al geweest? Weet ik eigenlijk niet. Rond 5 keer of zo. Maar dat heb geen idee. En verdient het een beetje goed? Ja, dat wel. Betaal je gemiddeld zo op? Wat ik betaal voor... Wat ze jou betalen. Oh, onder de 10 euro. 110 euro? Onder de 10 euro. Oh, onder de 10 euro. Ah. Ja. Dat is wel, dat is nog niet heel veel dus. Nee, dat is wel waar. En u staat hier met een heleboel klimattributen, zie ik. Ja, we staan hier met de klimbomen vanuit het klimcentrum in Sittard. We noemen dit monkey klimmen. Ja, en alle kids die vermaken zich prima hier. Nou, we zien dat ook dat hier mensen dus inderdaad aan het klimmen zijn. Maar ook dat mensen op de begaande grond de ander vast blijven houden, zo lijkt. Ja, dat zijn allemaal jeugdleden van onze klimvereniging. En die kunnen allemaal zelfstandig zekeren, zoals dat heet. En die helpen ons om andere kinderen ook enthousiast te maken voor het klimmen. Dus die beveiligen ze. Ja. Zijn er al veel mensen gekomen? Ja, er zijn er wel veel geweest. Vanwege het weer wel minder dan voorgaande jaren, wat ik tot nu toe heb meegekregen. Maar het blijft doorlopen, dus het is hartstikke leuk. En we hebben hier de zangeres en de gitarist van Floodlight. Stel jezelf voor. Ik ben Evi Schulpen, de zangeres. En ik ben Jeroen Sobikowski, de gitarist. Sinds wanneer zitten jullie bij deze band? Wij zitten sinds eind september in de band Floodlight. En wat voor muziek maken jullie? Vooral poprock en eigen nummers. Hè? En vandaag hebben jullie ook een aantal covernummers opgevoerd. Hoe zit dat ineens? Nou ja, je moet toch altijd een paar covers kiezen om wat herkenbaarheid te hebben in je setlist. En hoe vinden jullie het hier verder? Ja, wij vinden het hier helemaal fantastisch. Heel druk en chic. Ja, ja. Treden jullie vandaag nog een keer op? Vandaag niet meer, nee. Jullie gaan gewoon lekker Koningsdag vieren nu? Ja, zeker. Ja, met z'n allen. Kijk, hartstikke leuk. We hebben hier iemand die wil even snel wat tegen ons zeggen. Cola, bier, limonade. En u bent? Ik ben Mieke Verbeek. En u bent vrijwilliger zo te zien? Ja, vrijwilliger. Ik zing bij Popcorn Esculum uit Elslo. We staan hier met een hele grote groep mensen de bar te bemannen, maar helaas heeft nog niemand dorst. Nog niemand heeft dorst? Nee, ik geloof dat bij de koffie iets drukker is, maar misschien wordt het vanmiddag beter. Luc van Hoven, u bent wijkagent in deze wijk. Hoe verloopt Koningsdag tot nu toe? Het verloopt lekker rustig. Of ja, het is nu druk zat. Het zal nog wel wat drukker worden. We hebben vanmorgen eventjes er waren wat borden verplaatst en zo door mensen. Dus die hebben we goed gezet. We hebben hier een inrichtingsverkeer ingemaakt. Dat wordt in de voorzijde allemaal afgesproken met de organisatie. En met de gemeente en de brandweer en dergelijke. De situatie wordt bekeken of alles conform de regelgeving is. En zodat we dat ook veilig kunnen laten verlopen vandaag. Zijn er al, hebben zich ook incidenten plaatsgevonden? Nee, hebben zich nog geen incidenten plaatsgevonden. Het ziet er ook niet uit, dat het is goed geregeld allemaal, dat er iets gaat plaatsvinden. Nou, je weet nooit wat er kan gebeuren. Dus daarom zijn we ook hier te plaatsen. Wat heeft de politie zoal voor de veiligheid gedaan? Nou, de taak van de politie is hoofdzakelijk rondom het festivalterrein
de verkeersdoorstroming regelen. We zitten in een parkeervergunningsgebied, dus er moest wat geregeld worden met de mensen. Dat zetten we dan uit bij de gemeente. Wij zorgen hoofdzakelijk dat de doorstroming van het verkeer goed blijft. En als er zich incidenten op het terrein plaatsvinden, dan zal allereerst een beveiliging zal daar tegen optreden. En is het nodig dat wij erbij komen, dan worden wij erbij geroepen. Maar voor de rest kunnen jullie natuurlijk ook een beetje genieten vandaag. Natuurlijk, van zo'n dag moet je altijd genieten, net zoals de mensen hier. Hartelijk dank. Stop.